Ping. De eerste dag van de wandelvierdaagse in Apeldoorn. De wandelaars zijn bijna terug bij het startpunt van Victoria Boys, de finish in dit geval. Het is geweldig, hoorde u net al een mevrouw zeggen. Omstandigheden zijn natuurlijk ook goed, al wordt het nu wat later in de middag wel wat drukker te warm. Maar de meeste mensen die komen zonder problemen deze eerste dag door en genieten vooral van de prachtige omgeving. We zijn hier op de Blarenpolie, maar u heeft helemaal niks te doen. Hoe kan dat nou na zo'n eerste dag? Ja, het is de eerste dag, hè? En ja, dan is het toch vaak dat de mensen toch enigszins nog een beetje rustig aan doen. Daar komt bij, het weer is goed. Niet te vochtig, niet te warm. Dus ja, dat werkt allemaal mee. En ja, dat wat ik al zeg, de eerste dag. En hoeveel verwacht u er morgen dan? Dan staat hier een rij of gaat dat ook nog meevallen? Dat weten we niet. Want het is Dat is echt heel erg afhankelijk hoe mensen lopen, hoe ze de eerste dag doorkomen. We hebben mensen die inderdaad nu komen met blaren, die moeten morgenochtend weer terugkomen. Dan worden de blaren afgeplakt. En ja, er zijn mensen die onderweg blaren lopen. Dat kunnen kleintjes zijn, maar dat kunnen ook heel grote zijn. Ja, maar één fikse bui morgen en het wordt hier drukker? Dan kan het hier drukker worden, ja. Doordat je natuurlijk nat schoeisel, wrijving, ja, de huid wat zacht. Dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ja, op hoeveel staat de teller vandaag? De teller staat vandaag op 9 personen. Oké, en zijn dat dan ook 9 voeten of zijn dat vaak dubbele blaren dan, op beide voeten? Een dubbele hiel. Dus ja, we komen van alles tegen. Gezellige drukte op het terras bij Victoria Boys. Na een lange wandeling is het altijd lekker even ontspannen met een drankje erbij.